Breda Nu. Je weet het meteen. Namens Stichting Ariati en Woonzorgcentrum Raffi heet ik u van harte welkom bij de herdenking hier in de tuin van Stichting Woonzorgcentrum Raffi. Tuan tuan, dan puan, slamet siang. Vandaag herdenken we opnieuw het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Zeker op het moment dat herinnering geschiedenis wordt, is het belangrijk dat die geschiedenis levend blijft. Ik vind het ook heel mooi dat leerlingen van de basisschool De Kievitsloop vandaag hier aanwezig zijn. Want het verhaal van de oorlog is niet een verhaal van uitstervende generaties, maar is een verhaal wat je wilt doorgeven. Hoe kom je erbij om hier een toespraak te houden? Er werd aan mijn opa gevraagd of hij misschien met een van zijn kleindochters hier een toespraak wou houden. En toen had mijn opa mij opgebeld om te vragen of ik dat misschien leuk zou vinden. En toen dacht ik gelijk van ja, dat zou ik wel heel graag willen doen. Kom en zing een simpel song of freedom. We'll never sung before. Let it fill the air. Let the people everywhere. We the people here. En wat betekent dat eigenlijk? Wat moet je allemaal doen als je een monument adopteert? Het een beetje onderhouden en iets voor betalen. En net als hier. Bij de herdenking zijn om kransen aan te geven. Breda Nu. Je weet het meteen.